Met Angelique del Castillo, DA91 voorzitter, spraken wij over een aantal actuele zaken, zo ook over de kwestie VHP-ABOP rond minister Diana Pocky van Grondzaken. Hoe kijkt de DA91 voorzitter naar breuk, zo u kunt noemen, binnen de VHP en de ABOP? Wederom eigenlijk, want het is niet de eerste keer. Dat we merken dat de toegewenste en uitgesproken eenheid van bestuur, eenheid van beleid, wat de president ons bij zijn inauguratie voorgehouden, dat elke keer weer op zijn minst onder druk komt te staan. Maar dat we eigenlijk duidelijke signalen steeds zien dat het er niet is. We hebben het gezien met de kwestie NV-surfing. Toen er ook een van de meest spraakmakende situaties waaruit bleek dat mensen in hun eentje zaken bepalen. Dat je een grote verdeeldheid hebt in die regering. Maar we zien het nu ook weer met de kwestie van Diana Pocky, van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Dat ook daar er eigenlijk een strategie bewandeld wordt door de VHP. Die heel vreemd overkomt op de mensen die in de Surinaamse politiek en gaan voor goed bestuur. Omdat over het algemeen, wanneer er kwesties zijn van een minister die vervangen moet worden, stel dat een minister niet functioneert, dan wordt dat binnen de regering besproken en dan komt de regering als een eenheid naar buiten met haar argumentatie dat deze minister vervangen wordt of gereshuffeld wordt. Maar in deze zien we dus dat in feite er eigenlijk een soort vrees leeft waarschijnlijk in de VHP-fractie. Dat er besluiten genomen worden daar in de regeringstop die niet in lijn zijn met het beleid waar de VHP-fractie achter wil staan. De vraag natuurlijk is dat goed om dat zo aan te pakken zoals de VHP-fractie dat heeft gedaan? Als je kijkt ernaar, voor mij spreekt het een noodsprong. Er is dus het idee dat men niet meer met elkaar aan tafel kan gaan zitten en deze zaak uitspreken. Het roept de vraag op als men twijfelt aan de argumentatie die gebracht wordt door de president benoemt en ontslaat. Dus het moet de argumentatie zijn die de president heeft, waar men vraagtekens bij stelt of het idee heeft dat niet bespreekbaar is. Dus men gaat in de openbaarheid. En wat je als gevolg daarvan ziet, is dat je nou ook weer van de ABOP uitstukken krijgt die geschreven worden. Dus in feite is er binnen de regering geen communicatie meer. Er wordt de gemeenschap wordt deelgenoot gemaakt van zaken die eigenlijk binnen kamers vooraf goed doorgepraat zouden moeten worden. En wat het ook aangeeft is dat er dus we een groot gebrek hebben aan leiderschap in de regering. We hebben ook een groot gebrek aan standaarden. Want wanneer er twijfel ontstaat, dan wil dat zeggen dus dat die standaarden... Er zijn geen standaarden om aan te meten, om je aan vast te houden voor de discussie en om je gelijk te halen. Dus vandaar waarschijnlijk, want kijk, een minister benoemen, wij hebben dat steeds gezegd, ook bij het aantreden van deze regering, dat een minister benoemen, president, behalve de grondwettelijke regels waar men zich aan moet houden, moet je ook houden aan de regels van ethiek en moraal en goed bestuur. En een minister zou dus op basis van deskundigheid ervaring op een positie moeten komen. Wanneer je die hebt, dan hoef je niet te twijfelen, want dat is de discussie die je gaat voeren. Maar wanneer dat er niet is, dan krijg je dit soort situaties. Het is niet gezond voor het bestuur in het land, omdat nou de hele samenleving zich eigenlijk afvraagt, waarom moet die minister weg? Er is al een hele discussie buiten voordat we hebben gehoord wat er eigenlijk aan de hand is. Er zijn ook berichten die mij hebben bereikt dat die minister weg moet, omdat ze bepaalde... partij of privébelangen van onder andere de familie van de vicepresident niet wenst te behartigen. Dus in feite een minister zoals we die overal zouden willen hebben. Mensen die gaan voor recht bestuur, eerlijkheid in bestuur. En wanneer dat het geval is, dan zou je eigenlijk, zou je nog minder moeten begrijpen die stap van de VHP. Want dan zou de VHP eigenlijk overtuigd moeten zijn dat president Santokki deze minister niet laat gaan. Omdat integriteit beloond moet worden door de president. Hij benoemt en hij ontslaat.
Maar nogthans, daarom zeg ik, het wekt de indruk dat communicatie binnen het geheel niet meer mogelijk is. Dat er geen standaarden zijn meer waaraan men meet als iemand wel voldoet of niet. En eigenlijk dat men het gevoel heeft dat men elkaar niet meer onder controle heeft. Want deze minister komt is door de ABOP naar voren geschoven. De ABOP heeft minder zetels dan de VHP. Dus je zou denken van als het werkelijk op zo'n stemmingsstandpunt zou komen, dat de VHP zich absoluut geen zorgen hoefde te maken als die minister daar een goede job doet. Maar blijkbaar maken ze zich heel erg veel zorgen dat niet voldoende is. Ja. En vindt u dat men toch wel naar het volk toe, waar er heel veel transparantie is beloofd in de afgelopen dagen, over de kwestie Pokkie, toch wel duidelijk informatie is verschaft? Nee, ik denk dat het is dus wat ik merk ook op social media, in de samenleving. De samenleving is ermee bezig, maar de regering reageert niet. De regering hield zich in een waas van geheimzinnigheid. Ik hoorde gisteren nog een minister in een actualiteitenprogramma, toen hem de vraag gesteld werd, gaf hij aan dat hij verzoekt dat men zich hem van die plicht ontslaat en hij laat het over aan de president. En dat wekt steeds meer het idee dat men geen goede argumenten heeft. Dus de standaarden, wat ik zeg, die in place moeten zijn. Want als je een minister moet vervangen omdat die minister slecht beleid voert, niet deugt op de post, dan ga je dat aan de hand van die transparante en voor iedereen toepasbare standaarden doen. Wanneer je dat niet hebt, dan ga je in zwijgzaamheid hullen, want je bent bezig je af te vragen hoe je dit gaat verkopen aan die samenleving. Dus ik denk dat, en daarom zeg ik ook, er is een gebrek aan leiderschap. Want in feite de president ontslaat en benoemt. En als zou de president zelf dus nog niet tot het volk willen richten, dan zou hij in ieder geval via de minister van Binnenlandse Zaken of via zijn woordvoerder een bericht kunnen doen uitgaan waarin hij de samenleving aangeeft. Dit is op basis waarvan ik ministers heb geselecteerd, benoemd en ontsla. En deze standaarden hanteer, u kunt ervan op aan, op basis hiervan, u hoort iets over mevrouw Pokkie en ik ga binnenkort u informeren wat het resultaat hiervan is. En waarom besluiten al dan niet genomen gaan worden. Maar er is absoluut niets. En dat is niet gezond voor die samenleving. Ten eerste torpedeert het compleet die eenheid van beleid en eenheid van bestuur. Maar ook het vertrouwen. We weten dat vanaf deze regering is aangetreden. Ze zijn met een grote mate van vertrouwen, een groot mandaat aangetreden. Maar gaandeweg is het ernstig gaan afbrokkelen. Veel sneller dan ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, is het gaan afbrokkelen. En al deze situaties helpen daar niet mee. Integendeel, als de president leiderschap zou tonen in deze, en tenminste een communicatie zou opzetten naar het volk, dan zou hij het beheersbaar maken. En dan zouden mensen vertrouwen hebben in dat hij eerlijk wil zijn, open wil zijn, en dat ze mogen rekenen op dat hij zijn positie gestand gaat doen in deze. Nu ontbekruipt ons het idee dat men een verhaaltje aan het in elkaar zetten is, kijken hoe men het gaat plooien. Hoeveel mensen zijn tegen, hoeveel mensen zijn voor, en als het grote deel van de meerderheid de samenleving tegen is, misschien gaan we het op een andere manier aan. Weet je, dus je hebt het idee dat men bezig is een schaakspel met die samenleving te spelen. En dat mag een regering niet doen. Hoe noem je zo'n relatie, wat we nu zien bij de VHP en ABOP? Het is eigenlijk chantagepolitiek, zoals we dat eerder hebben gezien. We hebben het in het verleden ook gezien met de Percaya Luhur, die ook in een dergelijke positie met Venetiaan bezig was, president Venetiaan. We hebben gezien hoe ongezond dat is voor onze samenleving. Het maakt dat er beleid niet in het belang van die samenleving is, maar zuiver in het behoud van macht. Want dan worden er toezeggingen gedaan, dat kan een vrees bij de VHP-fractie zijn, dat de president omwille van het behoud van de macht en de positie van president toezeggingen doet die niet in het belang zijn van die samenleving, maar hem alleen ruimte geven, hem en de mensen die hij heeft benoemd, om langer aan het bewind te blijven.
En dat is niet gezond. Op vele vlakken, ten eerste het beleid dat eruit voortvloeit, dat negatief is voor ons. Ten tweede, wat er ook uit voortvloeit, is dat Surinamers steeds meer het idee krijgen dat eerlijkheid en principes afgestraft worden. En dat maakt dat mensen denken, ten eerste hebben geen geloof in de politiek, ze hebben geen geloof in de instituten. En als ze in een positie in een instituut benoemd worden, hebben ze geen behoefte om eerlijk te zijn of integer. Want als je dat bent, word je juist afgestraft. Terwijl, dat zeg ik, wanneer de president nu een positie van leiderschap zou innemen en zou zeggen, u kunt ervan op aan, op basis als deze mevrouw integer is en ik, dit is mijn rapportcijfer, dan gaat zij haar functie door uitoefenen, want dat is waarvoor ik als president sta. En wie dat niet leuk vindt, ook als de ABOP-voorzitter dat niet leuk vindt, dan moet hij, laat de ABOP-voorzitter dat verantwoorden naar de samenleving, dat hij niet is voor integere ministers, dat hij niet is voor eerlijke ministers. En de gemeenschap zal daarmee afrekenen. En als dat betekent dat die gemeenschap eerder naar de stembus moet, dan gaan we als een versterkte samenleving. Omdat we dan weten, eerlijkheid beloont, principes belonen. En we kunnen rekenen, onze leiders staan daarvoor. En er gaan steeds meer mensen die eerlijk willen zijn en integer willen zijn, ook in die politiek komen. En als ze al in die politiek zijn op een positie komen, gaan ze weten dat men dat van ze verwacht. Ze dat, en dan gaan ze dat, die karaktertrekken naar boven brengen. En als het beloond wordt, dan wordt het beleid ook steeds beter. Toch? Dus het heeft een domino effect. Het heeft ook te maken met de opvoeding van onze kinderen. En dat zeg ik voor president Santokki, met een aantal andere issues die de afgelopen dagen zijn gebeurd, zoals de kwestie van de Haitianen, de houtsmokkel, de drugs die gevonden zijn, al dat soort zaken. Geven eigenlijk, zo zie ik dat, aan president Santokki een unieke kans om zich te vestigen als die leider die de aanzet geeft voor verbetering van bestuur, voor beloning van integriteit en eerlijkheid. En de kwestie Pokki is bij uitstek een van het moment, want vooral de hele samenleving ernaar kijkt, waarop hij het verschil kan maken. Of hij kan kiezen om de geschiedenis in te gaan als een van de vele presidenten die we hebben gehad, die allemaal zijn gebogen voor de belangen van corrupte mensen, mensen die niet eerlijk willen zijn, alleen zodat zij zich president kunnen noemen.